Hey, hallo, welkom bij de Stip van Meester Dirk. Ik ga je meenemen aan de hand van mijn boek, wat we deze periode allemaal hebben gedaan, wat we hebben geleerd en wat mijn stip is. Dit is een belangrijk iets voor mij. De drempel. Daar ben ik net overheen gekomen en deze periode hebben we er meerdere overwonnen. Ik loop mijn school binnen en wat zie ik hier? Wat is nou veel leuker dan vallen en opstaan? Staan en opvallen. Ook als het misschien niet altijd even makkelijk is. Of als het even lastig is. We begonnen de eerste les heel snel. Boek open jongens, teken jezelf. Teken je buurvrouw. Teken een achtbaan met je ogen dicht. En dan moet je er iets in zien. Hoezo? Ja, Piet de Bier zegt creativiteit is aan te leren. Ik heb het geprobeerd met mijn leerlingen. En wauw, wat hebben ze een werk geleverd. Fantastisch om te zien. Ik heb ze uitgedaagd, ik heb ze gestimuleerd. Ik heb ze geprobeerd om een stap verder te helpen. Het boek gaat mee voor onderweg. We hebben hier een hele mooie trap in de school. Ik noem het nu maar de trap van Hamza. Altijd heb je wel in een klas die lastige leerling. Waar je niet goed weet wat je ermee aan moet. En zo had ik er ook eentje, in groep 1. We gaan even naar hun lokaal toe. Hij heette Sander. En Sander wilde niks. Hij wilde helemaal niks. Hij lag op de grond in de kring. En toen mochten we spelen en werken. En wat koos hij? Hij koos dit krijtbord. In dit krijtbord had hij dit op getekend. Hij zat met een treintje, zat hij hier overheen te gaan. Ik zei, wat ben je aan het doen? Ja, het is een spoormeester. Een spoor waar mijn trein overheen kan rijden. Wat mooi. Ik zeg, wat kunnen de mensen instappen? Ja, zegt hij, hier is het station. Weet jullie wat hij deed? Hij pakte een krijtje en hij tekende zo'n stationnetje. En daar konden mensen instappen en uitstappen. 'S middags mocht hij kleien, hier, aan deze tafel. En wat gebeurde daar? Daar gebeurden hele mooie dingen. Ik zal het voor jullie opzoeken in het boek. Want hij maakte een schitterende slak. Ik had er eentje vol gedaan. Ik rolde een stukje klei op, omdat het een lolly zou kunnen zijn. Maar nee, hij zei het is een slak. En ik kwam even later terug en er stonden er nog twee bij. Hoe gaaf is dat? Ik ga snel weer verder. Ik ga verder naar mijn eigen lokaal. Lokaal van groep 6. Want daar hebben we ook heel wat beleefd deze periode. Mijn boek is weer mee en we gaan de Hamza trap op. En onderweg komen we van alles tegen. Bijvoorbeeld taalboeken. Taalboeken bij creativiteit, jazeker. Want kijk, we gaan een werkstuk maken. In het boek? No way. Dit is het boek waar we het over gaan hebben. Het boek waarin we hebben gezegd dat we aan de slag gaan op echt papier. Het mocht niet geprint worden, dat was de voorwaarde. Maar verder waren ze betrokken, ze gingen ervoor. En wat een gave resultaten zeg. Iemand heeft een neushoorn nagetekend. Een sneeuwpanter, stripjes, originele dierkeuzes. Ze gingen ervoor, hoe tof was dat? En kijk, wie hebben we hier? Ino. In les 3 kwam jij, noodgedwongen omdat Ellen ziek is geworden. Maar wat had je snel door waar het bij mij aan schortte. Belangrijke stap voor mij. En je hebt mooie oefeningen gedaan. Bijvoorbeeld die tekenopdracht, kronkelweggetje, een huisje, perspectief. Hoe gaaf was dat? We gingen stappen verder. Dit is mijn lokaal. We beginnen hier bij die pritstiften. Want we mochten een dramales doen. Vol zak. Een geheime doosje. Tableaus. Maar dit, deze pritstift, daar gingen ze op los. Is het nou een föhn, microfoon, knakworst, een raket? Ik was enthousiast. Ik sprong, ik gaf energie. Wat gingen ze ervoor? En ze gingen door met dat flexibel associëren, tot na schooltijd. Ik heb genoten van deze les. En ja, een paar dagen later zat er opeens dit in mijn boek. Het ziet er niet uit, of moet je soms terug naar groep 2? Ik was in Barneveld, in groep 5-6 aan het invallen. En ai, 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 een stagiaire zei dit. Tegen een leerling. Ik begon te herkennen. Dit kon niet, ik heb het hem verteld. Waarom zeg je dit? Ja, er was wel meer mee aan de hand.
Zie je, het kan niet. Het is zijn creativiteit. Het mag niet. Hier is de rode lijn, de rode draad, door mijn blok heen. Ik merkte dat ik vanuit die praktijk alles deed. Ik ging oefeningen geven. Ik merkte, wat doet het met mij? Wat zag ik erin? Ik ging durven. Ik ging vragen stellen, enthousiasmeren, out of the box denken, stimuleren. Uiteindelijk gingen we de theorie erbij zoeken. Zo kreeg ik een mooie cirkel van mijn eigen ontwikkeling. Hoe tof is dit? En hier, wat ligt hier allemaal? Hier liggen allemaal kaarten van Amersfoort. Leerlingen die mochten dit invullen. Kijken, wat kwam eruit? En dit is gefilmd. Ik laat jullie een klein stukje zien van die film. Zoals je hoort aan het lawaai op de achtergrond, vonden kinderen dit fantastisch om te doen. En wat hebben we dan enkele dagen later gedaan? Het tekendicté. Ik heb het opgehangen op het bord voor jullie. En hoe gave dingen kwamen eruit. Plaggenhutten, boerderijen, villa's, vuurtorens, gevangenis, hotel, rieten daken. En zo hebben we van alles en nog wat gemaakt. Beetje mopperen in het begin. Hé, alweer een huis? Maar nee, meester, het was een toffe opdracht. En één meisje wil ik eruit laten springen. Zij heeft wel 31 dingen bedacht. Ze ging maar door. Hoe leuk was dat? En ja, dit blok nadert zijn einde. En wat heb ik nou in de rol van leerkracht geleerd? Een stip is voldoende. Stel vragen, oordeel niet. Wees betrokken, oprecht en enthousiast. En creativiteit is te leren. Ik kan meer dan ik dacht. Ja, en wat wil ik dan nog leren? Ik wil verder met die creatieve vaardigheden. Bij mezelf en bij de kinderen. Misschien moet ik wel een cursus gaan doen ergens. Ik ga het boek lezen. Ik ga meer oefeningen zoeken. Zeker op de website van INO zijn daar mogelijkheden toe. En ja, jullie zien het goed hierboven. 26 maart. Ik kan tekenen. En ja, ik heb een tekendiploma. Ik kan tekenen. Kijk. Gefeliciteerd, je kunt tekenen. En hier teken ik voor ontvangst. Dank jullie wel.